Dan springen ze naast KV Mechelen op plaats 15 met 13 punten. Dus ook daar grote inzet natuurlijk. Ook Charles-Andreas Brim op de rechterkant in principe. Vrij, maar is belangrijk. Weegt op een verdediging van een tegenstander. Goed de bal bijhoudend. Stevige kerel ook. Hier ondertussen Da Costa met een eerste schot. En dan moet Jakkers toch wel alle zeilen bijzetten. Na anderhalve minuut. Het was een hele scherpe hoek. Toch eens uithalen. En die was tussen de palen. Dus Jakkers moest wel degelijk optreden. Schoonbaard. Vrij weer gezocht. En die bal stuit erdoor. Hier is Vrij. Michael Vrij met het schot. Ja, dat is de eerste grote kans voor de thuisploeg. En ze komt op naam van deze Michael Vrij. Wat geschrokken door die bal. En die goal. Da Costa, knap gedaan. Goede beweging. En het schot uit een scherpe hoek. Hij schiet hem erover. 16 minuten ver. Nuno Da Costa. Gaat hij het nog eens op dezelfde manier doen, Koita? Jawel. Vigo. En nu wel Koita vrijgespeeld. Hard voor de pot. En de kans voor Schoonbaard. Ja, dook daarop aan die tweede paal. Van Moeskroen heen te prikken, dat heeft Paas van Beveren toch nog niet echt gevonden. Vrij, dit is misschien een opening. Vigel is mee. Heijmans voor de goal. Vigel alleen. En Koffie met de redding. En Paas van Beveren laat hier de voorsprong liggen. Naar Vrij, dat is goed gelopen. Weer een goede driehoek. En dan tekort. En balverlies, kan Koita daarvan profiteren. Kan afgeven, Koita. Kan ook zelf proberen trappen. Koita schiet hem erin. Aboubakari Koita met de goal. 12 minuten ver in de tweede helft. Het zat er eigenlijk al een beetje aan te komen, hoor. Eentje tegen Moeskroen. Ja, Bakic die wegglijdt en dan Koita. Even terug. En dan schiet je met rechts heel mooi in dat hoekje. Tippende bal. En daar heeft Hervé Koffie alleen het nakijken naar. Even kijken. Goede beweging voorbij Onana. En dan zit er zo'n lelijke dip in die bal. Waardoor Hervé Koffie er niet meer bij kan. Perfect in het hoek. Bakkers heeft moeite om het muurtje te zetten. Uiteindelijk wordt het er eentje van 4. Chirani gaat zich klaarmaken om te trappen. Kwartier voor het einde. Chirani. En geen kwaai poging van Chirani. Ook die is toch naar de kapper geweest, denk ik. Of misschien hebben ze zich onder elkaar geamuseerd. Hier is Gnoheré. Gnoheré en de redding van Jakkers. Op die vrije trap is er geen buitenspel. Jawel, toch wel. Tuurlijk, maar hij stond inderdaad dat half metertje te ver. En zo geen gelijkmaker. Het was trouwens 3 clean sheets in 4 matchen zijn. Vrij, omdat Agouzoul er maar half bij zit. Vrij. Albanese kan eventueel laten lopen. Leuko. Albanese het hoekje nu misschien. Leuko met de plaatsbal. Ja, Hervé Koffie moet de redding brengen. 5 minuten voor het einde. Bijna de beslissing. Bijna de 2-0. Nog net de vingertippen ertussen van Hervé Koffie. 1 arm omhoog. Dat betekent wellicht voor de pot gooien. Dat doet hij. En kijk eens, daar de open kans. Koffie met de redding. Grote mogelijkheid voor Wuitens en voor Waas van Beveren om het hier helemaal af te maken. Nog eens kijken. Dries Wuitens, net geen buitenspel. Gekruist, goed gedaan. Maar wat een save van Hervé Koffie. Uitstekend gekiept. Koffie, dat is laag. Dat is gevaarlijk. Wiegel kan oppikken. Vrij start op zijn eigen helft. Vrij met de loop. Met de loop. Vrij met 2-0. Vrij maakt het bijzonder fraai af. En mag zelfs een dansje gaan plaatsen. Want Waas van Beveren wint hier opnieuw. Dat zijn er 3 in 4 matchen. Michael Vrij. En dan scoort hij hier toch zijn tweede. Koffie niet op tijd terug in doel. En dan is de zege voor Waas van Beveren een feit. 2-0 tegen Moeskroen. Gezien de tweede helft zou ik zeggen dat is een verdiende zege. Voor die laatste minuten aan Jur Schrijvers. Die stond al klaar, dus wie weet. Als die net iets vroeger was ingevallen, was die goal misschien niet gevallen. Maar het is afgelopen, zegt Visser.
Waasland Beveren verslaat Moes Kroen met 2-0.